Hij is heel veelzijdig en dat is toch wel vrij bijzonder voor iemand die zo'n klein oeuvre heeft. Cornelis Cuypers, een Dordtse schilder die leefde van 1739 tot 1802. Een tijdgenoot van Abraham en Jacob van Strij, maar veel minder bekend. Het Dordts Patriciërshuis brengt daar nu verandering in door de werken van Cuypers te verzamelen en tentoon te stellen in het museum. Een wandeling langs het werk van deze Dordtse kunstschilder. Toen wij in 2001 hier kwamen wonen, troffen wij dit huisstuk van Cornelis Cuypers aan. Dat is een vrij onbekende Dordtse schilder en dat leek ons leuk om dat verzamelgebied uit te gaan breiden, zeg maar. En toen hebben wij een schilderij gekocht. Het heet Een Zomerse Dag in het Bos. En later is de verzameling uitgebreid met deze twee schilderijen. Het linker schilderij heet De Verleiding. Je ziet ook een dame met een vogeltje in haar hand dat duidt op het aanstaande verlies van haar maagdelijkheid. En hier op de lijst zie je een versiering met allerlei muntjes van half op elkaar. En dat heet dan ook een geteld geldversiering. Dat kom je vaak tegen ter decoratie. En dit schilderij noemt men een kaarslichtschilderij. Als je dat heel goed aanlicht, dan komen er allerlei details naar boven die normaal gesproken verborgen blijven. Het tweede huidstuk is 10 jaar later geschilderd dan het eerste. Het was nog in verrassend goede staat. Het enige wat we hebben laten doen is schoonmaken. En daarna zag je ook mooi die weerspiegeling van de muur in het water, die daarvoor absoluut niet te zien was. En daaromheen zie je allerlei mooie ornamenten die kenmerkend waren voor de Lodewijk XVI-stijl die toen in de mode was. Je ziet het onder andere hier aan een paalrand, hulsblad, een strik en boven een vaas. En dat zie je dus ook in de rest van het pand allemaal terugkomen. Op onze zoektocht naar meer werken van Cuypers kwamen wij een boekje op het spoor. Dat is dit boekje, uitgegeven door kunsthandel Simonis en Bunk in Ede. En daar stonden deze twee stillevens in. En later bleek dus dat deze werken tentoon zijn gesteld in het Dordtse Museum en het Frans Hals Museum in Haarlem. En later ook nog het Rijksmuseum Twente, waar ze ternauwernood aan de vuurwerkramp zijn ontsnapt. Dus we mogen ons gelukkig prijzen dat ze nog bewaard zijn gebleven. Maar deze werken kun je als de meeste werken betitelen van Cuypers. Het zijn twee prachtige stillevens. Het linker schilderij is geschilderd in 1777 en het rechter schilderij 2 jaar later. Maar ze zijn eigenlijk nooit voor de handel bestemd geweest. Want Cuypers, zoals bijna alle schilders aan het eind van de 18e eeuw, had een eigen schilderswinkel. En schilderen opdrachten, maar deze stillevens was hij waarschijnlijk zelf ook erg trots op. Dus die zijn altijd in zijn familiebezit bewaard gebleven. We vinden ons hier in de Maaskamer met uitzicht op het drie rivierenpunt. Voor de kijkers van TV Dordrecht hebben we wel twee schilderijen hier staan. Die hebben we recentelijk in bruikleen gekregen van een particulier. En die wil het graag aan ons verkopen. Dus we zijn nu druk bezig om fondsen te verzamelen om tot aanschaf over te gaan. Om de collectie weer wat verder te kunnen uitbreiden. Zelf hebben wij een tekening kunnen verwerven. En met een beetje fantasie kun je hier een C uithalen, maar zo stond hij niet in de veilinggids. Hij stond als Dirk Cuypers vermeld en dat was een tijdgenoot, geen familie. Dus wij dachten, nou dat is jammer, maar dat is de verkeerde Cuypers, zullen we maar zeggen. Maar toen ik naar de kijkdag ging, toen dacht ik, nou volgens mij moet dat toch een C zijn. En dat werd ook later bevestigd door een expert op het gebied van tekeningen. Dus u kunt zich voorstellen dat ik 3 nachten heel slecht geslapen heb voordat de veiling zou gaan beginnen. En degene die het lef had om tegen te bieden, die had ik het liefst een kopje kleiner gemaakt, in figuurlijke zin. Maar gelukkig hebben we de tekening kunnen kopen. En dat was voor ons ook meteen de inspiratie om het verzamelgebied wat uit te breiden, ook met andere Dordtse schilders die werkzaam waren aan het eind van de 18e eeuw. En later ook hebben we meubels verzameld, allerlei andere gebruiksvoorwerpen. En toen dachten we, nou, het wordt nu toch tijd om ons pand open te stellen voor het publiek. Dus in oktober 2011 hebben wij besloten om onze deuren te openen. En we zijn nu 5 middagen per week open
zodat ook andere mensen hiervan kunnen meegenieten.